Dag jongens en meisjes, hier zijn we weer met de tweede week, de tweede oefening voor de komende vakantie. Als de vorige gelukt is, mogen jullie een filmpje maken, altijd doorsturen naar ons. En dan gaan we meteen beginnen aan de volgende oefening. De potjes kan je veranderen in petflessen. Hoe? We beginnen. Zoals we kunnen zien heb ik een beetje een soort slang gemaakt. Je begint in het midden. Je gaat over de potjes naar rechts. Dan is de bedoeling om over de potjes naar voren te gaan. Over de potjes terug naar rechts en de oefening is gedaan. We lopen naar voren. De beginnelingen die mogen eigenlijk meedraaien met de voeten om het iets makkelijker te maken om erover te gaan. De grotere jongens en meisjes die dan al wat ouder zijn en wat beter kunnen hopen, die mogen het volgende doen. Die lopen naar voren en die gaan eigenlijk haaks op de bal staan om er zo over te liften. Dan gaan we naar de volgende. Dat is voor alle twee hetzelfde. Erover. En hier terug opnieuw. Beginnelingen mogen een beetje draaien en zo erover gaan. De grotere, ervarenen, die mogen eigenlijk terug haaks op de bal staan en erover. Heel belangrijk als we dit gaan doen. Als we zeggen haaks op de bal, daarmee bedoel ik. Voilà, daar staat. Belangrijk is dat je met je pols terug met je linkerhand draait onder de bal meeschiet. Dat is voor de grotere. Bij de beginners bijvoorbeeld. Die gaan niet meteen beginnen met dat moeilijke gedeelte. Die gaan het makkelijker maken. Die gaan eigenlijk hun voeten draaien en hun stick. Een soort van pannenkoekgreep. Voilà, dit was de oefening. Nu staan jullie. Maak er een filmpje van. Als je de vorige filmpjes of de volgende filmpjes zeker niet wilt missen, abonneer je gewoon op ons kanaal.